Hoi dreuzels en natuurlijk tovenaars en heksen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb heel snel mijn camera erbij gepakt, want eindelijk is het pakketje binnen waar ik al sinds begin maart op zit te wachten. Ik heb namelijk bij Lit Joy Great een pakket gekocht. En oh mijn god, ik word helemaal lijp, want ik ga het jullie even vertellen. Maar wacht, we gaan eerst de intro runnen en daarna ga ik jullie vertellen dat ik nu al spijt heb van dit kanaal, van dit pakket. Oké, de prijs van deze doos is normaal $50 ongeveer. Hè? Om het te shippen naar Nederland vanuit Amerika kost $50. Dus ik ben al $100 verder. Ik dacht, oké, dat is wel net zoveel als dat. Maar goed, ik wil het heel graag een keer proberen. Dus $100, it is what it is. Ik wil heel graag mijn kamer een beetje upspicen met Harry Potter attributen. Daarom heb ik dit gekocht. Ik dacht €100, oké, het doet een beetje pijn, maar oké. Krijg ik een bericht dat ik het op moet halen bij een PostNL locatie, want ik moet nog €25,24 betalen. Dus dit pakket heeft me €125 gekost ongeveer. Better be good. Nou, de doos is op zich al super leuk. Kijk, je ziet Ron en Hermeline. En hier zie je Malfoy. Hier hebben ze denk ik... Nee, dit is van de Jumbo waar ik het pakket heb opgehaald. Een sticker erop. Nou, hierboven mijn adres. Gigantisch groot in de sticker. Ik weet zeker dat de doos nu helemaal verpest is. Door die stickers allemaal. En dan, als dat nog niet alles is, hier ook nog een sticker. Waarom zoveel stickers? Nu kan ik deze doos gewoon bij het oud vuil gooien. Want deze doos gaat... Want ik heb hier geprobeerd. Maar je trekt, zullen we zeggen, het mooie eraf. Wat... Ja, het is zo zonde. Het is zo zonde. Fuck jullie PostNL. Dat gezegd hebbende, laten we maar gewoon de doos openmaken. Ik ga sowieso eventjes foto's hiervan maken. En sturen naar Litjoy. Want waarom sturen ze het niet gewoon in verpakt dat niet de doos verpest is, snap je? Ze kunnen toch makkelijk de doos even zo inpakken dat er niet overal stickers komen. Oké, dan moet ik eventjes... Dan moest ik even van mijn borst, van mijn chest. Laat ik maar gewoon de doos openmaken. En eventjes... Even zen. Rust, Mattia. Je hebt niet €125 voor een doos betaald die al verpest is door post en DHL en GSL. Weet ik veel hoe het allemaal heet. Zen. Oké, laten we hem openmaken. Oh ja, ik had ook nog een add-on gekocht. Die was volgens mij €10 of €15. Dus dat zit er ook nog bij. Oepsie. Ik heb te veel geld uitgegeven. Oh, ik hoopte zo dat de binnenkant van de doos ook bedrukt zou zijn. Maar helaas, die is wit. De voorkant is overigens wel heel leuk. Dit is Ginny met Neville, denk ik. Ja, Ginny met Neville. Dan beginnen we. Oh, ik vind dit wel leuk al. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry Yearbook. Oh ja, het thema is dus Fantastic Seven. En de Fantastic Seven zijn Harry James Potter, Ronald Bilious Weasley, Hermione Jane Granger, Ginny heet anders, Ginerva, Molly Weasley, wist ik niet, Neville Longbottom, Luna Lovegood en Draco Lucius Malfoy. Oké, dit ga ik dus niet bekijken, want dit is de cheat sheet, dus dit kun je erna kijken wat er allemaal in zit. Dus die leg ik eventjes neer. En bovenop in de doos zie ik als eerste de add-on. Dit is een puzzel. Ja, jullie weten dat ik van puzzelen hou. En ja, dit was een mogelijkheid om deze puzzel bij je box te doen. En dat wilde ik wel heel graag. Dus vandaar dat ik deze erbij had gekocht. En weet je, een puzzel maakt sowieso deze doos leuker. Ik had hier ook €50 voor betaald voor alleen die puzzel waarschijnlijk. Ik heb een probleem. Oké. Dan, your passport to the library world. Oh ja, dit heb ik gezien bij andere mensen die vaker Litjoy crates openen. Je krijgt dus bij al die crates stickers.
Maar ja, ik ga dit maar één keer doen waarschijnlijk. Nu helemaal, aangezien die doos helemaal verpest is. Dus mijn paspoort, hij ziet er wel leuk uit. I mean, ja. Yeah. Hij is leuk om zo in de kast te hebben staan. Dus daar is hij wel leuk voor. Ik ga er alleen helemaal niks aan de binnenkant mee doen. Helaas. Ik hoop dat de rest wel leuk is, jongens. Made in China staat hierop. Nou, ik ben benieuwd. Litjoy Magical Collection. Made in China. Waarom staat dat er zo groot op? Oké, laat ik de doos openmaken. Oh. What is this? Oh, het is van aardewerk of zo. Hoe zeg je dat? Porselein. Oh. Books and Brilliance. Dit is dus een boek, maar... Oh, dit was letterlijk iets wat ik nodig had. Ik heb namelijk met mijn truien van mijn hoodies die ik zelf maak, heb ik allemaal attributen waar ik dat mee kan doen. En ik zocht nog een beker om dat allemaal in te zetten. En dit is, om te zeggen, een soort vaasje. En daar kan ik al die attributen, maar je kunt ook je pennen hierin doen of zo. Dus deze vind ik heel leuk. Litjoy Magical Collection. Ja, hij is heel vet. Op de achterkant staat ook een time turner. En op de zijkant staat Charms, Cats en Cleverness. Dat snap ik niet, maar misschien moet ik dat in de cheat sheet lezen. Deze is heel leuk. Daar ben ik heel blij mee. Daar hebben ze me niet mee teleurgesteld, gelukkig. Volgende! Door! Wat is dit? Oké, dit is een pakketje. Maak hem hier open. Oh, wat is dit? Oh, een boekenlegger! Oh, van Malfoy Fan Art. We've all got both light and dark inside us. Dat is natuurlijk een quote van onze Sirius Black. En dit is de Dark Mark of zo. Hoe heet die? De Dark Mark op Malfoy, Draco Malfoy zijn arm. En dan aan deze kant Draco Malfoy. Heel leuk. Een boekenlegger. Ja, sowieso heel leuk. Best wel stevig ook. Hele stevig. Je kunt hem niet makkelijk buigen of zo. Next. Oh, dit zijn pinset. Exclusive Litjoy pinset. Nou ben ik zelf nooit echt heel wild van pins. Maar ik had wel verwacht dat die erbij zouden zitten. En hier zit dus zo'n sticker voor in dat paspoort bij. Ja, ik had wel verwacht dat deze erbij zouden zitten. Dus hier had ik me op ingesteld dat er pins bij zaten. En ja, daar word ik zelf niet super wild van. Maar het zijn pins met Ginny voornamelijk. Ja, Ginny die aan het zwerkballen is. Anything is possible if you got enough nerve, staat erbij. Dus dat vind ik ook wel een leuke. Maar ik gebruik ze eigenlijk niet. Maar misschien komt het nog. Als ik een keer iets heb waar ik leuke pins op kan doen, ga ik ze misschien wel op stitchen. Volgende! Oh, wat is dit? Er staat ook heel groot op. Made in China. Hadden ze die stickers er niet af kunnen halen? Hoe maak ik het open? Is dit een soort dekentje of een sjaal? Het is obviously allemaal te maken met Luna. Luna moet ik zeggen. Het zijn haar patronus. Een soort rabbit. En die bril van haar. En de radijsjesoorbellen. Wat is dat? Een kurk aan een touwtje? Dat weet ik even niet. Nou, die leeuw die ze om haar hoofd heeft. De quibbler natuurlijk. En de schoenen die ze kwijt is. Ik denk dat dit een sjaal is. Oh, dat is wel heel groot. Wacht even. Oh ja, het is een sjaal. Kijk. Oh, perfect. Als ik een cabrio heb, wordt dit de sjaal die in mijn cabrio gaat liggen. Oh, leuk! Ik hou van de kleurtjes. Lekker vrolijk. Echt heel mooi. Het is ook best wel goede kwaliteit. Voelt niet van het goedkope stof of zo. Ja, ik vind deze heel leuk. Kijk, als je niet weet dat het Harry Potter is, dan denk je gewoon, oh, het is een sjaal met allemaal figuurtjes erop en zo. Maar alle Potterheads, die zien natuurlijk dat het een sjaal is van Luna. Heel leuk ook deze. Ik wist dat deze doos me verder niet teleur zou stellen. Er zit nog meer in. Oeh. Deze is grappig. Is een, ook een boekenlegger?
Ik denk het een boekenlegger is. Het is Happy Valentine's Day met een Puttyfoot T-shirt. Dat is dus dat... Oh, mijn batterij is bijna leeg. Hij valt misschien uit. Hier zie je dus volgens mij Ron en Lavender in zo'n fotobooth. Heel grappig. Ik denk dat dit ook gebruikt kan worden als boekenlegger. Ook leuk. Oh, dit ziet er cool uit. Dit ziet eruit als een horloge. Oké. The only problem is I can't remember what I've... Oh nee, dit is niet een remember all. Is dit een remember all? Oh mijn god! Ik weet het Nederlands woord niet. Oh, maar hij wordt dus rood als je iets vergeten bent. Oh mijn god, dit is zo vet. Oh mijn god. Deze wil je toch? Oh mijn god, dit wil ik in mijn kast. Dit is letterlijk wat ik in mijn kast wil hebben. Oh, dit is zo vet. Een remember all. Oh my god, ja. Ik ga gauw door, Een klein doosje. En het kleine doosje. Wat zit daarin? Wat is dit? Wat is dit? Dit hoort vast bij iets anders of zo. Wat is dit? I can't seem to... Het is een lampje. Ik moet dit eruit trekken, denk ik. Maar ik wacht even totdat ik weet wat het is. Een zakje. Een heel mooi zakje. Volgens mij zit er een galjoen in. En ik denk dat het die galjoen is die zegt wanneer er weer een nieuwe DA-meeting is. Laat ik hem openmaken. En de galjoen er even uithalen. Expecto Patronum to produce a Patronus. Oh nee, dit is ook van Litjoy. Als je meer van die crates hebt, dan krijg je van die spells. Dit is dus Expecto Patronum en hoe de spel eruit ziet. Dus dit is de voorkant en dit is de achterkant. Oké, ja, dat is wel leuk om te hebben. Maar mijn idee was veel leuker. Die galjoen was echt veel leuker idee. Jammer. Oké, we gaan gewoon door, want er zit nog meer in. Wat is dit? Dit is iets van Draco, denk ik. Overgeschakeld naar mijn telefoon. Ik kon wachten tot mijn camera weer opgeladen was, maar we weten allemaal dat dat echt veel te lang duurt. Dus ik denk, ik doe het gewoon met mijn telefoon. Hopelijk vinden jullie dat oké. Waar ik was gebleven was dit. En ik dacht dat het van Malfoy was, omdat het groen was. En dat deed me denken aan Slytherin. Maar er staat op Ronald Bilious Weasley. Nu hoop ik dat het de aanuitsteker is. En daarvan weet ik het eigenlijk de Engelse naam niet van. He must have known that you would always want to come back. Yep. Oh my god, dit is vet. Oké. Het is een zaklamp. Dit is niet vet. Ik denk, dit is echt zo'n aansteker, weet je wel. Zo'n nep aansteker, maar het is een zaklamp. Niet cool. Teleurstelling dit. De packaging daarentegen is wel heel cool. Dus ik denk dat ik hem gewoon hierin laat zitten. En zul je zien dat ik ooit een zaklamp nodig heb in mijn huis. En dan pak ik mijn aanuitsteker. Nice, oké. De verpakking, heel cool. De zaklamp, niet echt cool. Wat is dit? The Boy Who Lived. Beetje kapot, deze verpakking. Oh god, wat is dit? Oh, dat is een Patronus van Harry. En een snij. En de Deadly Hallows. En de bliksemschicht. En de kleuren van het huis. Dit is wel cool. Dit hang je voor het raam, toch? Voordat die kleuren zouden doorheen komen. Dit is wel gaaf. Dit kan ook wel mooi in mijn kast. Het is ook wel chill dat ik natuurlijk een Gryffindor ben. Dan is het leuk om veel kleur van je huis te hebben. Oké, wat zit er nog?
Ronald Weasley! How dare you steal that car! Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Ja, dat is die... Ja. Not, how dare you not be a Lunicorn member? Oh, dit is een membership die je kan nemen op die loot crate dinges. En met deze code krijg je dan 20% korting. Wat moet ik ermee? Ik wil dat niet. Maar ik vind het wel grappig dat, dat ze het zo hebben verpakt. Maar... Kom beter. Oh, en nog twee prints. Dus dit is de print, hetzelfde als de puzzel. En dit is een gaaf artwork. Ook een print van de Fantastic Seven. Gaaf. Leuk, deze print. Ja, dat is gewoon vet om te hebben. Even kijken, dan hebben we alles. Hè? Ja, we hebben alles. Dan ga ik heel even kijken. Wat ik niet snapte, ga ik eventjes in de cheat sheet kijken. Oh, in deze print zie je de Golden Trio. But did you know that Luna, Ginny en Neville are called the Silver Trio? Dat is cool. Dat is cool dat ze dat zo, ja, gemaakt hebben. Oh, die Remembrall kun je dus in dat ding zetten en dan geeft het rood licht. Ah, dat wil ik zien. Vet. Het nadeel is dat die Remembrall er net niet in past. Zie je dat? Hij wiebelt net een beetje. Maar dit is vet in het donker natuurlijk. Nou snap ik wat het is. Heel gaaf om te hebben dit. We gaan weer terug in dit doosje. Misschien vind ik hem wel leuker om gewoon in het doosje voor display te hebben. Zo. Ik weet het nog niet. Maar wel leuk dat ze dat hebben toegevoegd. Oké, de volgende Magical Crate is deze. Dat vind ik ook wel leuk. Dat is dus Magical Classes. Featuring items representing all your favorite magical school subjects. Dus Magical Classes. Dat is de volgende. Ga ik die halen? Ik vind het wel heel leuk, maar... Ik ga wel even een klacht indienen over hoe die doos eruit ziet. Want ik vind het wel heel leuk om zo'n doos te unboxen. Want er zitten echt super gave dingen in. Maar wil ik er nog een? Wil ik nog een keer €125 voor betalen? I think not. Ofwel. Ik ben tempting om het nu nog een te bestellen. Nou ja, mocht jij nog een keer zo'n video willen zien. Er staat een linkje in mijn... In de beschrijving kun je bijdragen aan deze Harry Potter verslaving van mij. En als je gewoon het een leuke video vindt, maar niet bij wil dragen, wat ik heel goed snap. Doe dan gewoon even een duimpje omhoog en laat een comment achter. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Dank jullie wel en tot de volgende video.